Good afternoon, welcome. Those were the last words in English. Goedemiddag, welkom bij deze bijeenkomst, een internationale bijeenkomst die we toch in het Nederlands doen, omdat we voor onze buitenlandse gasten vertaling hebben simultaan. Dus maak u zich daar geen zorgen over. Welkom bij deze derde editie van deze gezamenlijke onderneming tussen Oxfam NoVib, PEN Nederland en Rights Unlimited. U bent getuige van de voorpremière van dit festival. Vanavond openen we echt, maar eigenlijk openen we natuurlijk nu. Ik ga het heel kort houden, want er zijn heel veel sprekers. Maar ze moeten natuurlijk ook aangekondigd en er moeten wat praktische dingen worden verteld, zoals deze, die op trailstand moet. En voor de mensen op het toneel ook helemaal uit, anders gaan ze piepen. Zo, dat is gedaan. Het is een programma in twee delen. Er is de uitreiking van de prijs aan één van de prijswinnaars. En het tweede deel is het pendispuut. Dus dan is er nog een derde deel en dat is vanavond, de winternachte lezing, waarvoor u ook natuurlijk hartelijk welkom bent. U gaat lekker een hapje eten hier in de buurt en dan bent u hier om 8 uur weer terug. Dan is daar de minister van Cultuur, Jet Bussemaker, die het festival dan officieel gaat openen. Waarna de Libanese schrijfster Hanana Shaikh de winternachtenlezing gaat houden. Die, en wij kennen hem al, heel interessant is. Dus ik hoop dat ik u ook vanavond weer terug zie. Dan is nu het woord aan Tom van der Lee. En hij is directeur campagnes van Oxfam NoVib. Tom. Dames en heren, ik heet u van harte welkom bij de uitreiking van de Oxfam NoVib Pen Awards 2013. Hier bij het Writers Unlimited Winternachtenfestival. En winters is het zeker buiten. Oxfam NoVib reikt sinds 2001 in samenwerking met het Pen Emergency Fund en het Writers in Prison Committee een award uit aan dappere en creatieve mensen die hun stem durven te verheffen tegen onrecht en onderdrukking. Dit is het 12e jaar waarin wij deze award uitreiken. En het stemt me verdrietig dat ik moet zeggen dat hij harder nodig is dan ooit. 2012 was bijvoorbeeld een uitzonderlijk dodelijk jaar voor journalisten. Volgens Reporters Without Borders was het aantal journalisten dat het afgelopen jaar gedood is in verband met hun werk 33% hoger dan het jaar ervoor. De International Federation of Journalists rapporteerde dat er het afgelopen jaar 121 slachtoffers zijn gevallen onder journalisten door moordaanslagen, bomaanslagen en verdwaalde kogels of granaatscherven. De Zwitserse Press Emblem Campaign, dat zich inzet voor de bescherming van journalisten, publiceerde zelfs een nog hoger aantal van 141 gedode journalisten. Eén van hen was de Somalische dichter, schrijver en journalist Wassam Shire Awale. Op 30 oktober rond het middaguur werd hij op brute wijze vermoord vlakbij zijn huis in Mogadishu. Wassame was in zijn werk regelmatig kritisch ten opzichte van Al-Shabaab, een militante groep die hij beschuldigde van het misleiden van de bevolking in naam van de islam. Juist vanwege de frequentie van dit type schokkende gebeurtenissen is na 12 jaar het belang van de Oxfam NoVib Pen Award niet kleiner geworden. Verder van dat. We weten dat de award heel erg belangrijk is voor de mensen die hem ontvangen. Het geeft hen mentale steun om hun strijd voor te zetten en benadrukt de kwesties waarvoor zij opkomen. Al 12 jaar reiken wij een prijs uit voor iets wat gewoon zou moeten zijn. De kans en de vrijheid voor iedereen om zichzelf uit te drukken. Voor Oxfam NoVib en PEN zijn vrijheid van meningsuiting en persvrijheid fundamentele mensenrechten. En het gebruik van deze fundamentele rechten zou normaal moeten zijn en niet onderworpen aan vergelding. De werkelijkheid is helaas anders. Mensen kunnen niet van deze vrijheden genieten. Vooral die mensen die repressieve autoriteiten trotseren en hun recht claimen om zich uit te spreken, te schrijven, te dichten, te filmen of zelfs te zingen. Voor hen zijn de consequenties vaak enorm zwaar. Zij riskeren hun vrijheid of zelfs hun leven en de veiligheid van hun geliefden.
Als gevolg ontvluchten zij hun vaderland, raken gewond of worden vermoord. Neem Syrië. Onder de tienduizenden dodelijke slachtoffers bevond zich afgelopen jaar een recordaantal van tenminste 17 professionele journalisten, 44 burgerjournalisten en 4 mediaassistenten. De 3 dodelijkste landen ter wereld zijn Syrië, Somalië en Pakistan. In elk van deze landen wordt minimaal 1 journalist per maand vermoord. Helaas zijn deze 3 landen ook leidend als het gaat om het aantal vermoorden of gekidnapte hulpverleners. Op dit moment heeft het Writers in Prison Committee van PEN International 86 gevallen in behandeling van schrijvers die zijn veroordeeld vanwege oneerlijke processen en vaak voor absurd lange gevangenisstraffen. En het is ook veelzeggend dat de situatie van de mensen die dit jaar een award krijgen nog erger lijkt dan in voorgaande jaren. Al deze ontwikkelingen, deze trieste ontwikkelingen, passen in een zorgelijke internationale trend. De ruimte voor het maatschappelijk middenveld, voor activisten, media, artiesten en critici wordt op te veel plekken in de wereld kleiner in plaats van groter. Een trend die vanochtend ook door minister Bloemen werd benadrukt toen zij alle Nederlandse ambassadeurs toesprak op een conferentie hier in Den Haag. Zolang er onderdrukking van vrijheid van meningsuiting is en ruimte voor kritiek bevochten moet worden, is het van belang dat Oxfam Novib en PEN deze award uitreiken. In de Arabische wereld hebben we gezien hoe machtig de stem van het volk kan zijn wanneer mensen zich bij elkaar aansluiten om hun mening te verkondigen. Mensen gingen en masse de straat op, riepen om hun vrijheid en verhieven hun stem tegen onrecht. Het is echter jammer dat deze massale volksbewegingen in de Arabische wereld nog lang niet overal hebben geleid tot de politieke transformatie waarvoor deze mensen opkomen. Het maatschappelijk middenveld in Egypte, waaronder zich ook een aantal Oxfam Novib partners bevinden, zoekt nu opnieuw internationale steun onder de slogan Save Our Spring. In Syrië zijn we dagelijks getuigen van het dodelijke resultaat van een verschrikkelijke burgeroorlog. Velen zijn niet langer bang voor het brute Assad-regime. Mensen zwijgen niet langer, maar te veel mensen betalen daarvoor een verschrikkelijke prijs. Juist ook mensen die zich continu zijn blijven inzetten voor mensenrechten voor iedereen en schendingen daarvan door vriend en vijand afwijzen. We zouden meer moeten doen om hen te steunen door hun basisrechten te erkennen en hun moed toe te juichen. Het is indrukwekkend om te zien dat mensen, schijnbaar in strijd met hun eigen belang en zelfbehoud, zich uit durven spreken tegen onrecht, terwijl ze weten dat hun woorden en daden, intimidatie, geweld of zelfs de dood tot een gevolg kunnen hebben. Vele laureaten voelden dat zij niet anders konden. Zij moesten zichzelf uitspreken. Kennelijk is het een diep gewortelde levensbehoefte, die net zo echt is als onze behoefte aan water en voedsel. We hebben de verhalen gehoord of de gedichten gelezen die uit concentratiekampen, gulags of gevangenissen werden gesmokkeld. Deze schrijvers moesten schrijven, anders zouden zij hun menselijke waardigheid verliezen. En zonder waardigheid verliezen we onze menselijkheid. En dat is precies de reden waarom vrijheid van meningsuiting zo belangrijk is. Het is een intrinsiek onderdeel van het mens zijn. Ik spreek mij uit, dus ik besta. Maar laten we ook eerlijk zijn. Vrijheid van meningsuiting wil nog niet zeggen dat alles wat gezegd wordt ook goed is om te zeggen. Of bedoeld is om de mensheid te dienen. En dit is ook waar we een goede balans moeten vinden. Want hier komt ook het belang van tolerantie om de hoek kijken. Dat een beroep doet om ons vermogen het eens te worden over het feit dat we het niet altijd eens zijn. En dat ook accepteren van elkaar. Deze uitdaging kunnen en willen autoritaire regimes en extremisten wereldwijd maar niet aangaan. Voor regimes die de absolute waarheid claimen en de macht hebben om deze af te dwingen, zoals in Syrië, Iran of Soedan, zijn mensen met een afwijkende mening uiterst gevaarlijk. Dichters, schrijvers, journalisten en activisten hebben 1 ding gemeen. Zij trekken de verkondigde waarheid in twijfel. Dus, hoe moedig moet je zijn om in aanmerking te komen voor de Oxfam Novib PEN Award? Ben je moedig als je de Syrische regering oproept te stoppen met het gebruik van straaljagers om burgers te bombarderen? Ben je moedig als je gedichten en verhalen schrijft over hoop, liefde, kracht en waardigheid in een land dat wordt beheerst door angst, haat en onderdrukking? Ben je moedig als je je leven waagt terwijl je je vaderland ontvlucht, je geliefde achterlatend en helemaal opnieuw begint in het onbekende?
Volgens mij wel. Maar de echt moedige mensen zeggen nooit van zichzelf dat ze dat zijn. Zij reserveren de term moedig altijd voor de ander. Degene die achterblijft, die gevangen is genomen of haar leven heeft verloren. En dat is in alle bescheidenheid de reden waarom organisaties als Writers in Prison, Pen, Oxfam, Novib en anderen de moed van deze uitzonderlijke mensen toejuichen. En het is ook daarom dat ik erg blij ben dat de schrijfster en penbestuurslid Manon Uphoff vandaag bereid is de Oxfam Novib Pennenwoord uit te reiken. Manon, ik heet je van harte welkom en u bedankt voor het luisteren. Even de technische hulpmiddelen arrangeren. Ik heet ook u allen hier vanmiddag van harte welkom bij wat het feestelijke moment is, aansluitend op een wat droeviger verhaal, wat dan weer de aanleiding vormt tot de uitreiking van de Oxfam Novib Pen Awards. We zijn heel erg verheugd dat het al een flink aantal jaren lukt om een van de laureaten hier in Nederland uit te nodigen, te ontvangen en in de gelegenheid te stellen om de award in ontvangst te nemen. De awards worden echter niet alleen aan de genodigde laureaat overhandigd, uitgereikt. Ze worden ook toegekend aan een aantal andere schrijvers. En voordat ik overga dus tot het feestelijke deel, wil ik eerst aandacht vragen voor de overige genomineerden en laureaten. De eerste die de Oxfam Novib Pen Award toegekend gekregen heeft dit jaar is Deju Namujimbo. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, uit Congo. Jarenlang bedreigd vanwege zijn journalistieke werk en na de moord op zijn jongere broer, eveneens een journalist, vluchtte hij naar Frankrijk, waar hij nu in ballingschap woont. U kunt het citaat meelezen op het scherm. Hij is vastberadener dan ooit om zijn motto te verspreiden. Ik vecht zonder bommen of geweren. Mijn enige wapens zijn de wet en het recht, de pen en het papier. En ik luisterde net naar Tom van der Leen en dacht, wat maakt schrijvers nou eigenlijk zo verschrikkelijk gevaarlijk voor regimes? Zij zijn de twijfelaars, ze zijn de vraagtekenplaatsers. En op het moment dat een schrijver een vraagteken plaatst, ja, dan zegt hij eigenlijk dat er niet zoiets als één waarheid is. De tweede laureaat komt uit Turkije, Bushra Ersanli, in 2011 gevangen gezet op beschuldiging een prominent lid van de terroristische organisatie PKK te zijn. Destijds doseerde zij een inleiding tot de politiek vanuit vrouwelijk perspectief aan de BDP Academie voor Politieke Wetenschappen. En zij strijdt al 22 jaar van haar leven voor mensenrechten en vrede en tegen het ongehoorde onrecht dat Koerden ervaren. Ze beschouwt hun alternatieve oppositie als de enige mogelijkheid voor democratisering. Het zal geen geheim zijn dat er vaak allerlei voorwendselen gevonden worden om mensen jarenlang zonder enige vorm van proces op te sluiten. En dat de toekenning van een award ook een soort buffer kunt vormen waarmee je de veiligheid van mensen enigszins kunt garanderen. Dat is ook een van de redenen om aandacht te vragen voor de mensen die hier vandaag niet aanwezig kunnen zijn. Dat zolang wij op de hoogte blijven van een situatie, aan de ene kant laten zien, we weten waar jullie mee bezig zijn, we zijn jullie niet vergeten, maar tegelijkertijd door in andere landen, op andere plekken de aandacht voor te vragen, te zorgen dat er ook een soort van veiligheidsweb om mensen heen ontstaat. De derde laureaat, Inoy Meomessa uit Cameroen, verblijft in een overvolle gevangenis in Yaoundé. Hij is zonder enig bewijs veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf vanwege medeplichtigheid aan diefstal en illegale handel in goud. Ja, en hoe moet je je daar tegen verweren?
Zijn citaat: ik ben er met hart en ziel van overtuigd dat mensen wereldwijd niet tegengehouden kunnen worden in hun strijd voor de vrijheid. Mijn iets wat cynische overtuiging is dat je mensen eerlijk gezegd vrij langdurig kunt tegenhouden in hun strijd tegen vrijheid. En dat het water ze echt aan de lippen moet staan, willen ze hun eigen lijf en goed inzetten om diezelfde vrijheid te verdedigen en terug te winnen. En dat het niet iets is wat je met gemak en met plezier doet. Hè, die vrijheid van meningsuiting, dat is in een heleboel landen een enorm gevecht om dat voor elkaar te krijgen met inzet van eigen lijf en leden. Narges Mohammadi uit Iran. Zij publiceerde rapporten over mensenrechten schendingen en bezocht politieke gevangenen. Ze is veroordeeld vanwege onder andere propaganda tegen het regime en zit nu een gevangenisstraf van 6 jaar uit. En zij zegt: mensenrechten gelden voor alle mensen wereldwijd. We moeten allemaal ons uiterste best doen om deze rechten in verschillende samenlevingen op de juiste manier te bewerkstelligen. Ik merk zelf als schrijver hoe makkelijk het is om in een land als Nederland, waar die vrijheid van meningsuiting al zo lang zo'n normaal goed geworden is, hoe makkelijk het is om te vergeten dat het niet alleen een spelletje is. Ik heb zelf het idee dat we in Nederland het belang van onze democratie eigenlijk een beetje zijn gaan onderschatten en niet meer het idee hebben dat het iets is wat je ook werkelijk weer kunt verliezen. En dan tot slot de laureaat die hier vandaag tot ons aller grote vreugde aanwezig is en die zo dadelijk de prijs in ontvangst zal nemen. Samar Yazbek, geboren in Syrië in 1970, kreeg in 2012 ook al de International Pen Pinter Prize of Courage vanwege haar verzet tegen het regime van Assad en haar literaire kwaliteiten. In haar boek A Woman in the Crossfire, Diaries of the Syrian Revolution, beschrijft ze deze Syrische opstand van binnenuit. Vanaf het allereerste begin nam ze er deel aan en was zij getuige van het brute geweld tegen burgers die de straat opgingen om een einde te maken aan 40 jaar dictatuur. Dan had ik 10 jaar geweest, als ik even in mijn eigen leven terugreken, dat er een dictatuur begonnen zou zijn. En dan weet je dus eigenlijk je hele leven lang niets anders dan dat dat er is. Omdat je niet in vrijheid je gedachten kunt uitdrukken en op papier kunt zetten. Daar is onvoorstelbare moed voor nodig om dat dan wel te doen. Ik kan me dat niet voorstellen als schrijver. Ik heb nooit in die positie gezeten dat ik mijn woorden op mezelf, wel op mezelf persoonlijk heb moeten veroveren. Maar ik heb nooit het idee gehad dat er vanuit de samenleving en maatschappij een enorme druk op mij uitgeoefend zou worden om die woorden niet te schrijven. 40 jaar een mensenleven. Haar persoonlijke verhaal werpt een uniek licht op de gebeurtenissen in Syrië, waar de internationale media nog altijd nauwelijks toegang hebben. En dat maakt het ook voor ons buitenstaanders bijzonder moeilijk om in te schatten hoeveel moed daarvoor nodig is. Als je niet weet wat er precies gebeurt, als ook journalisten nauwelijks ter plekke kunnen zijn. Yazbek's roep om vrijheid is indrukwekkend en inspirerend. Ze ontving voor dit boek wat ik net noemde, A Woman in the Crossfire, diverse onderscheidingen. En haar boek zal dit jaar in Nederland verschijnen in april onder de naam Onder Vuur in de vertaling van de hier eveneens aanwezige Hasne Bouazza. Met een voorwoord van de ook al aanwezige Petra Stine, die zo dadelijk ook in een discussie zal deelnemen. Samar Yazbek studeerde Arabische literatuur voor ze aan de slag ging als journalist en scriptschrijver voor de Syrische televisie. Zij schreef romans en korte verhalen waarin ze taboes in haar land aan de kaak stelden. Vanuit het dagboek Onder Vuur, ooggetuigen van de opstand in Syrië, doet ze verslag van de eerste 5 maanden van de revolutie in Syrië, die in maart 2011 begon.
En ze was getuige van het geweld tegen burgers die de straat op gingen. Daar zette zij haar ogen en oren wijd open en heeft zich ook ontfermd over anderen met gevaar voor haar eigen leven. Ze ontmoette gevangenen, tekende hun verhalen op en gaf de revolutie een menselijk gezicht. Tot ze tenslotte niet langer bestand tegen de druk waaraan ook zij werd blootgesteld, samen met haar dochter het land heeft moeten verlaten. Haar persoonlijke verhaal werpt een uniek licht op die menselijke en onmenselijke kant van de gebeurtenissen in Syrië. Haar roep om vrijheid is indrukwekkend en inspirerend. Ik wil haar graag op het podium nodigen om de award aan haar te overhandigen. Mag ik van u een heel warm en gloedvol applaus voor Samar Yazbek. Samar zal zo dadelijk haar dankwoord uitspreken en met een heel kort pauzetje daarna een fragment voorlezen uit het boek wat ik zo net genoemd heb. Good evening and thank you very much. استيقظنا على خبر غريب. كان يمكن أن يمر بسرعة. بائع خضار تونسي يحرق نفسه. محمد بوعزيدي الطالب الجامعي الذي أضاء نفقا معتما في قلوبنا. وكان الملهم الذي بدأت منه الثورات العربية. نعم لقد ذهلت بصورة الشاب حينها. قضيت أياما أعيد تدوير حكايات العدالة والحرية التي حلمنا بها. وكنا نحاول استنساخها كمسودة قاتمة عن الجمال في الكتب. لم يكن مهما أن أرى وجه الشاب المحروق. كنت أفهم كامرأة معنى الاحتراق الذي كنت أعيشه في مجتمع ذكوري استبدادي. تركته يوما ورائي وسكنت الريح. لم يكن مهما وجهه. لكن هذا الوجه نفسه أعاد لي تدوير الوجود والمعنى بدد خرافة الذات وامتشق الفضاء الأوسع فضاء الحرية حينها كان الشباب يتساءلون هل ستقوم ثورة في سوريا؟ أذكر شابا قال لي ونحن نجلس في مقهى وسط دمشق هل سيخرج السوريون لطلب الحرية؟ قلت له بتصميم سيخرجون كان مستغربا من جوابي وأنا أيضا فوجئت بالجملة التي خرجت من دون تفكير من شفتي نعم خرج السوريون للمطالبة بالحرية والديمقراطية وكما ترون لقد عاقبهم السفاح المجرم بأقصى ما يمكن تخيله من فنون الإجرام والقتل والوحشية شرد ملايين الأطفال والنساء والشيوخ قتل عشرات الآلاف قصف المدن لوث السماء بالسموم أحرق الأطفال قطع أجسادهم انتهك أعراض النساء وبث روح التفرقة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد فعل أقصى ما يستطيع ليقهر روح الثورة النابضة بالحياة جعل طرقات السوريين وشوارعهم تسيل بالدماء ظن السفاح الدكتاتور بشار الأسد الوارث الحكم غصبا عن أبيه المستبد أن السوريين الذين ذاقوا طعم الحرية سيتراجعون يوما عندما يذيقهم فنون إجرامهم لكن صوت الحرية كان أقوى نعم لقد رأيت من بطولات السوريين ما يجعلني أشعر بالخجل من نفسي ما حييت لو صمت يوما عن الظلم لقد رأيت من إنسانيتي وتفاني الناس العاديين البسطاء
من أجل مطالب بسيطة في الحرية والكرامة ما يجعلني أنتمي إليهم دون قيد أو شرط. مهما صارت إليه تحولات الثورة ومآلاتها الحزينة المفروضة تعسفاً على الشعب السوري المتروك وحده للقتل وكل العالم يتفرج بصمت. أيضاً في الثورة تعلمت الصمت. رأيت الكثير من الموتى والجرحى والأطفال المقطعي الأطراف. رأيت المدن المهدمة. رأيت ما يمكن وصفه بفانتازيا خيالية عن فيلم رعب يتم تصويره عن فناء البشرية بكاملها. وأنا الآن بينكم أقول لكم أني أشكر شعبي والثورة التي جعلتني امرأة أخرى. أشكر مؤسسة أوكسفام نوفيب. أشكر مؤسسة بين في هولندا وفي كل أنحاء العالم على تكريمها لي هذه السنة في عدة بلدان. أشعر أن هناك من يستحق التقدير من أصدقائي وصديقاتي الكاتبات أيضا. ولا أريد أقول كما فعلت دوما أن هذه الجائزة مهداة للشعب السوري والثورة السورية فقط، بل هي مهداة مني شخصيا إلى المناضلة خول دنيا التي تمنيت أن تحصل عليها عوضا عني، ربما لأنها لم تصدر كتابا قبل هذه اللحظة. أتمنى لو يتم التفكير بهذا الأمر دائما. لكني أقول لكم أن خول دنيا صارت شاعرة في الثورة، بقيت في دمشق مع الثورة ولأجل الثورة، وقد أصدرت ديوانا شعريا، وهي اليوم جديرة أن نقف جميعا احتراما لها. فهذه الثورة لم تصنع منها مناضلة فقط بل شاعرة. أتمنى عليكم قراءتها ومتابعتها. الحرية للشعب السوري والنصر لثورته العظيمة. Thank you. يقول السائق: لك يا أختي شو بدك بهالبهدلة؟ هدول ما بيفرقوا بين مرة ورجال. أصمت. تغيم عيناي وصورة المكان المحاصر ترعبني. ماذا سيحدث؟ أنباء القتل في دوما تصلني، أنباء اعتقالات الأصدقاء، أنباء عن جرحى ومشافي تغص بهم بعد أن أطلق الجيش النار عليهم. أنباء كثيرة تصل من هنا وهناك. أطلب من السائق أن يجعلني أطل على المشهد في دوما. ينتفض الرجل صارخا: لا والله ما بتروحي. عزلاء إلا من ضميري. لا يعنيني إن كانت الفترة القادمة تحمل ملامح إسلام معتدل أو ما يقال حول هذا الأمر. لا يعنيني وجه القتلة ولا حتى كل ما يشاع ويكذب. أنا الآن يعنيني أن لا أكون شيطانا أخرس عندما تصير الدماء لغة بين الناس. يعنيني أنني أرى بأم عيني أناسا عزلا يضربون ويعتقلون ويقتلون فقط لأنهم يتظاهرون. أرى أبناء شعبي يتساقطون ببساطة كحبات دراق لم تنضج بعد. يتحول السائق إلى وصي وواعد. يقول: الطريق مقطوعة إلى دوما، ممنوع الدخول إليها. أقول له: وهل دوما محاصرة أيضا؟ يقول: بلا هيك حكي يا أختي، أنا ما إلي دخل. من أخبرك؟ أسأله: الجيش هناك وأصوات إطلاق نار؟ يقول: أقول: يا عم شو رأيك؟ شو عم بيصير؟ يقول: ما إلي دخل، أنا يدوب عايش.
أقول له ولكن الناس تموت. قال كلنا سنموت والله يرحمهم. قلت له لو أن واحدا من أولادك قتل ماذا تفعل؟ صمت قليلا وهز برأسه وقال الدنيا كلها ما بتكفيني فيه. قلت له سمعت أن أحد الشباب الذين استشهدوا في درعا وضعوه في البراد وهو حي، ولما أخرجوا جثته وجدوه قد كتب بدمه وضعوني هنا وأنا حي سلامي لأمي. صمت وهز رأسه. قلت أرجو أن يكون هذا غير صحيح. صمت واحمرت أذناه. Thank you very much. Thank you. Nou, dank voor uw indrukwekkende woorden. Dat was prachtig. Om voor te borduren op het thema censuur, zelfcensuur. Hoe ga je om met grenzen waar je tegenop loopt? Door jezelf opgelegde grenzen, door anderen opgelegde grenzen. Gaan we vanmiddag doorpraten met vier mensen die we bij elkaar hebben gezocht. We doen het met Petra Stine, Arabiste. Meer dan 10 jaar gewoond in het Midden-Oosten, onder meer als diplomaat. Schrijver, ja Petra, kom alsjeblieft, je mag in het midden gaan zitten. Schrijver van onder meer het andere Arabische geluid, waarin ze de stemmen van de straat laat horen in Egypte en Syrië. En de worsteling laat zien van mensen die de mensen daar hebben gevoerd voor vrijheid en voor het vrije woord. Applaus voor Petra graag. Ik wil ook graag uitnodigen Remco Breuker, hoogleraar en Korea-specialist, kent de beide Korea's heel goed. Heeft literatuur van Zuid-Koreaanse dissidenten vertaald. En kan ons veel vertellen over Zuid-Korea, waar de repressie de laatste jaren eigenlijk alleen maar is toegenomen. Graag applaus voor Remco. En dan hebben we Michel Maas, al een mensenleven lang correspondent en oorlogsverslaggever voor de NOS en de Volkskrant op dit moment in Zuidoost-Azië. Prachtig boek over Vietnam geschreven, nog prachtiger boek over de Kosovo-oorlog, beide bekroond. Kent als oorlogsverslaggever het oude cliché, de waarheid is altijd het eerste slachtoffer in de strijd. En tot slot... Tot slot onze vierde gast Joris van Kasten, journalist, dichter, schrijver, auteur van prachtige reportages. Is in Nederland op nogal hardhandige wijze tegen de grens opgelopen van wat je kunt opschrijven in literaire non-fictie. Eerst met Lelystad, een roman over zijn jeugd, door inwoners als beledigend gezien. En later met Het zusje van de bruid, een relaas over een tragische liefde, dat door sommige recensenten haast persoonlijk werd opgevat. We gaan met deze vier mensen praten. Nou, welkom allemaal. Blij dat jullie er zijn. Ik wil om te beginnen even kort rondje maken. Jullie allemaal even aan het woord laten. Kort voor het meest pregnante voorbeeld van censuur, zelfcensuur, grenzen. Waar je tegenop bent gelopen in je eigen werk en in je eigen regio. Ik begin aan die kant met Michel. Nou ja, de censuur die treft natuurlijk het meest altijd de lokale journalisten. Als buitenlands correspondent sta je er een beetje buiten. En ik leg mezelf dus vrijwel nooit beperkingen op. Eén beperking waar ik tegenaan ben gelopen is een vorm van censuur die niet is opgelegd door autoriteiten, door wetten, maar door collega's. Ik herinner mij een geval, dat was in 2006. Toen hadden de militairen in Thailand de macht overgenomen. Ze hadden de premier Thaksin afgezet. En op straat waren ze verschenen met tanks. En Bangkok was bezet door het leger. En ik ging daar naartoe. Ik was daar meteen de volgende ochtend. En ik trof daar een stad aan die volslagen rustig was. Iedereen was opgelucht, want voor die staatsgreep was het een enorm spannende tijd. Mensen waren bang voor gewelduitbarstingen, voor optreden van politie, demonstraties die in elkaar geslagen zouden worden. Dat was door die staatsgreep ineens allemaal afgelopen. Het was stil. Ik zag inwoners met bloemetjes naar militairen toe gaan. En ik ging daar verslag over doen, maar ook CNN deed daar verslag over. En CNN heeft 3 dagen lang, heeft hij elk verslag wat ze begonnen op de televisie, begonnen ze met 1 zinnetje. Tanks are rolling through the streets of Bangkok.
Nou, er was geen tank die bewoog. Ja. Ze stonden allemaal geparkeerd. Alleen CNN had beelden van zo'n tank die aan het parkeren was. En elk bericht begon daarmee. Ja. Want de teneur in Amerika was, het is een staatsgreep, militairen grijpen de macht. Dat is ondemocratisch en dus slecht. Maar dat er een andere kant aan zat, dat mensen blij waren met deze staatsgreep, dat moest ik dan uitleggen. Maar ik moest dat aan de Nederlandse radio vooral uitleggen. En daar kreeg ik steeds het antwoord van de anchor van, ja, maar op CNN zien wij die tanks die al gewoon door de straten. Het is toch heel spannend daar. Ja. En dat was het niet. En het was voor mij heel moeilijk om door die barrière van CNN heen te breken en mijn eigen verhaal te vertellen. Te vertellen wat ik zelf zag, wat ik zelf hoorde en wat ik zelf inschatte daar. Ja, een heel andere manier van regisseren van de werkelijkheid. Ja. Een bepaalde werkelijkheid die niemand goed uitkomt. Remco, kan jij een voorbeeld geven vanuit jouw expertise vanuit Korea, van grenzen waar je tegenop loopt? Dat zijn eigenlijk twee voorbeelden. Had ik over Noord- en Zuid-Korea. En over Noord-Korea hoef ik niet heel veel te vertellen, denk ik. Want iedereen weet dat dat een heel repressief regime is. Dat weten we niet zeker. Nou, dat het repressief is wel, maar hoe precies niet. Nee, dat klopt. Hoe het precies werkt, dat weten we niet altijd. Maar het volgende voorbeeld zegt wat dat betreft denk ik wel genoeg. We kennen geen enkele naam van dissidenten in Noord-Korea. En dat is... Dat zegt iets over hoe goed de overheid daar, de staat, deksel op de pot weet te houden. Ze zijn er wel. Maar ze kunnen niet publiceren. Het komt niet naar buiten. Zuid-Korea is een lichtend voorbeeld vergeleken bij het noorden. Daar is tientallen jaren lang gestreden tegen een militaire dictatuur. Die ook repressief was. Die zware censuur toepaste op journalisten, op schrijvers. Maar het is sinds 20 jaar een stuk beter. Maar de afgelopen 5 jaar is ook daar de persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, danig ingeperkt. Het is niet meer mogelijk om te zeggen wat je denkt over Noord-Korea bijvoorbeeld. Of om te openlijke kritiek te uiten op de politieke machthebbers. Dat wordt voor het eerst in 20, 25 jaar weer afgestraft. Ja, en ik hoorde van jou, je vertelde me eerder dat ook Samsung, het conglomeraat, soort eigen een force of his own is bijna in de publieke. Ja. Ja. Nee, dat is inderdaad een ander probleem, wat niet zozeer met de staat heeft te maken. Dat de grote conglomeraten zijn zodanig groot. Samsung alleen is verantwoordelijk voor 25% van bruto nationaal inkomen. Zo groot. Dat kritische verhalen de kranten niet halen. Die worden, voordat ze worden gepubliceerd, tegengehouden door de PR-mensen van Samsung. In bijna alle gevallen. Ook een hele andere vorm. Petra, jij bent veel in het Midden-Oosten geweest, hebt daar gewerkt. Tegen wat voor grenzen ben jij aangelopen? Nou, ik heb in elk geval van mensenrechtenactivisten en van schrijvers en journalisten, auteurs geleerd dat er een duidelijke marge is tussen de groene en de rode lijn. En dat heel veel mensen een soort van nieuwe rode lijn voor die groene lijn leggen. Ja. En in de diplomatie merkte ik dat we dat ook deden. Ja, ik heb jarenlang op ambassades als mensenrechtendiplomaat gewerkt. Allerlei projecten ondersteund die over vrijheid van meningsuiting gingen. En toen kwam ik terug in Nederland en dacht ik, dat wil ik opschrijven. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, die vrijheid van meningsuiting die gold niet op het ministerie. Dus ik heb dat toen helemaal uitgezocht. Want ik had natuurlijk heel veel juridische ervaring inmiddels opgedaan met al dat mensenrechtenwerk. Dus ik heb het uitgezocht en kwam erachter dat je als ambtenaar ook vrijheid van meningsuiting hebt. Kijk. En dat er marges zijn die je kunt oprekken. Totdat ik bij de afdeling voorlichting kwam. En fair enough, als diplomaat onderteken je geheimhoudingsverklaring. En je wil ook niet mensen in gevaar brengen. Dus ik had mijn tekst voorgelegd. Even een tip voor iemand die dat nog een keertje wil doen. Print het dan niet uit in het lettertype van de memo's. Dus niet in Times Roman, dat was mijn vergissing. Want daardoor dachten mijn collega's, oud-collega's, want ik werk er niet meer, dat ze er gewoon lekker in konden krassen. Dus, ik vond het heel interessant om te zien dat de reflex op het ministerie van Buitenlandse Zaken vanuit het belang van het ministerie en collega's best wel leek op de reflex van mensen in de Arabische wereld. Zo verschillend zijn we niet. Pas op, kijk uit, kreeg ik te horen. En ik kan me ook nog herinneren dat mensen tegen mij zeiden, nou, je bent wel heel kritisch over Mubarak. Dat vinden we lastig hoor, want dat is wel een hele goede vriend van ons. En toen merkte ik, het prediken, of zeg maar het
in de praktijk brengen van wat je predikt in een eigen organisatie blijkt nog best lastig te zijn. Ja, dat is nogal ingewikkeld. Nou ja, nu we toch bij Nederland zijn aangeland. Joris. Ik ben wel blij dat iemand vast het bruggetje wil maken van groot leed naar heel klein leed. Ander leed. Ja. Ander leed. Nee, ik dacht ook al, eigenlijk ben je zelf de grootste sensor. Althans, ik vaak voor mezelf, dat ik te lief wil zijn, maar en dat volgens uiteindelijk juist het tegenovergestelde daarvan weer doe. Dus misschien daarom dat er soms wat heftige reacties komen. Maar inderdaad, vanuit mijn ervaring kan ik zeggen dat ik na dat boek over Lelystad een hoop gedonder in Lelystad had. En dat volgende boek, dat zusje van de bruid, dat viel inderdaad een beetje verkeerd bij de redactie van een weekblad. Misschien moet jij een vraag stellen. Wordt het iets gedetailleerder? Een klein, inmiddels klein weekblad. Ja, het kalft allemaal af. Nee, maar dat was vooral een soort van moralisme wat opstak. En ik weet niet in hoeverre je dat. Ja, dat is natuurlijk ook een vorm van censuur. Maar ja, zelfcensuur. Misschien begint er elke censuur vanuit moraal. Dat, maar goed. Wat doet het met een samenleving? Wat heb jij meegemaakt, bijvoorbeeld in de Arabische wereld? Wat er gebeurt in een samenleving als er maar lang genoeg de informatiestromen gecontroleerd worden, de waarheid geregisseerd wordt? Wat gebeurt er in zo'n samenleving? Nou ja, het ontstaan van samenzweringstheorieën. Mm-hmm. En soms zijn die heel ingenieus, die samenzweringstheorieën. Dat je denkt, van goh, het zou eigenlijk heel mooi zijn als mensen op die manier met elkaar zouden zitten te plotten. Als je inderdaad de samenzweringstheorie, die ik verschrikkelijk vind, maar die veel mensen geloven, dat de Joden 11 september hebben bedacht. Ja. Het idee alleen al dat mensen dat voor elkaar zouden kunnen krijgen, dat vind ik bizar. En wat je dan... Dat merk je nu, vind ik, ook wel in de Syrische samenleving. Dat vind ik heel lastig bij de Syrische oppositie, die ik een warm hart toedraag in hun strijd om de vrijheid. Maar je merkt wel dat 50, 60 jaar dictatuur ook iets doet voor het onderlinge vertrouwen van mensen die eigenlijk met elkaar zouden moeten optrekken tegen die dictator. Dat zie ik in Egypte ook, dat mensen die nu de oppositie zouden moeten zijn tegen de moslimbroederschap vooral met elkaar bezig zijn en elkaar vliegen lopen af te vangen, omdat er in die samenleving zo ongelooflijk weinig ruimte voor open gesprek is geweest. Ja. Dus, ja. Nou ja, ik wil Michel er nog wat over zeggen over Indonesië. Wat mijn ervaring is in Suriname, wat maar heel kort dictatuur heeft gehad, is dat niet alleen het onderlinge vertrouwen kapot maakt, maar ook het elkaar iets willen gunnen. Dat men elkaar niets meer gunt. Dat je een samenleving krijgt waar het alleen maar grijpen wordt wat je grijpen kunt. Ja, Indonesië heeft een hele vreemde ontwikkeling doorgemaakt. Want in 1998 hebben ze de dictatoriale president Suharto afgezet. En ineens was er absolute vrijheid. Ja. Ze hebben op papier totale vrijheid van meningsuiting. De pers is op papier de meest vrije pers van heel Zuidoost-Azië. Maar je ziet in werkelijkheid dat er desondanks een hele hoop subtiele vormen van censuur zijn opgedoken. Er is zelfcensuur. Journalisten zijn gewend geweest om nooit een kritisch woord over de president te schrijven. Dus dat doen ze nog steeds niet. Ook al kunnen ze het, ook al mogen ze het. Maar ze worden ook afgestraft als ze kritisch zijn. Er zijn moorden gepleegd door lokale bestuurders die het niet leuk vonden dat er kritiek werd geuit. Maar ze worden geïntimideerd door mensen die macht en geld hebben. Ze worden voor de rechter gesleept. Er zijn wetten die smaad verbieden. Dat is een hele dankbare om journalisten de mond te snoeren. Er is een wet tegen pornografie. Dat is ook een hele handige die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld een blad als Playboy te verbieden. En zelfs al het was aangepast aan de Indonesische maatstaven, daar stond geen bloot in. Er zaten hele goede interviews in. Ja, maar daar stond ook geen bloot meer in. Ze hadden het aangepast aan de Indonesische markt, zoals dat dan heet. Ze hadden het zelf gecensureerd. Maar zelfs dan bleek de wet rekbaar genoeg om toch nog onder te Er zijn wetten die gebruikt kunnen worden. En dat heeft de journalistiek ook kwaad gedaan. Want de journalisten hebben geen achtergrond in vrijheid van meningsuiting. De maatschappij heeft geen achtergrond in er is geen transparantie. Ze zijn niet gewend om kritisch te zijn. Dus ze zakken weer terug naar het niveau dat het was voordat die dictator werd afgezet. Ja. En,
Nou, dan zijn er natuurlijk altijd manieren om onder censuur uit te komen of om doorheen te laveren. Daar word je heel handig in als je in een iets repressievere samenleving leeft. Zie jij dat in Korea, Zuid-Korea, Noord-Korea, weet er natuurlijk heel weinig van. Maar zie je dat ook in Zuid-Korea, dat men alternatieve vormen vindt, alternatieve kunstvormen, wellicht alternatieve journalistieke vormen, alternatieve vormen van schrijven, ja. Misschien in parabels, misschien andere manieren om toch het verhaal te vertellen wat je wil vertellen? Ja, nou, dit is... Zuid-Korea heeft een hele handige wet als je president bent, de Nationale Veiligheidswet, die alles strafbaar stelt wat tegen het staatsbelang is. En dat is niet verder gedefinieerd. Ja, dus dat kan is in heel principe, rekbaar. Ja, dat ja. is heel rekbaar. Elke president belooft die wet af te schaffen. Als er aan zijn macht komen, merkt ze dat het een heel handig instrument is, dus die wet blijft mooi overeind. En voor de rest is Zuid-Korea, denk ik, extreem democratisch, hoor. Op bepaalde vlakken democratischer dan Nederland misschien wel zelfs. Maar wat je ziet is dat Koreanen vaak toch wel de confrontatie aangaan. Komt het niet in de krant? Nou, dan zet ik het op mijn privéblog. En komt daar ellende van? Dan komt daar ellende van. Je moet natuurlijk wel iemand kunnen identificeren. Het lukt niet altijd. Mensen gebruiken natuurlijk een andere naam. Maar goed, het is ook allemaal weer na te zoeken. Het is ook krachtiger als je wel je eigen naam gebruikt. Zeker als je een bekende persoon bent. Dus wat je ziet is dat in Zuid-Korea men zich niet makkelijk het zwijgen heeft laten opleggen. Toen tijdens de militaire dictatuur boeken niet konden worden uitgegeven, werden ze ondergronds uitgegeven en gekopieerd. En ja, dat werd doorgegeven aan je studiegenoten, aan je schoolgenoten. En dan maar hopen dat je niet werd, dat er geen controle plaatsvond als je de metro uitkwam, want dan hing je. Dus er zijn altijd wel manieren geweest. In Korea was het niet zozeer de manier van een parabel of een metafoor, maar gewoon vertellen waar het op staat, alleen dan via de clandestine distributie. De clandestine distributie. Ja. En Noord-Korea is moeilijker te zeggen, maar wat je daar ziet is het niet zozeer het uiten van je eigen mening, waardoor mensen zich als ja, dissident tonen, maar door het consumeren van Zuid-Koreaanse tv-drama's bijvoorbeeld, soaps. Dat wordt subversief gezien? Het is subversief, ja. Daar word je voor gestraft. Ja. Er gaan inderdaad ook de veiligheidsdiensten, die kloppen ook bij je aan om te kijken of je op dat moment niet een dvd aan het kijken bent die via China Noord-Korea is binnengesmokkeld met Zuid-Koreaanse tv-soaps erop. Wat ze eerst doen is, en dat is ongelooflijk, maar eerst sluiten ze elektriciteit af in het gebouw, want dan krijg je namelijk het schijfje niet meer uit de dvd-speler als ze het aangeklopt. Maar het gebeurt dus wel. Dus die echt zelf iets uitbrengen, ik heb het nog nooit gezien. Dat lukt nog niet. Maar op deze manier een meer, dat is ook actief, maar een passievere wijze van dissident zijn, censuur omzeilen, die is er in Noord-Korea zeker. Ja. En in de Arabische wereld, daar heeft, dat wil het verhaal althans, de sociale media hebben daar een grote rol gespeeld. Ik weet niet in hoeverre dat ook echt zo is of dat wij dat een mooi sprookje vinden hier. Nou, ik denk wel dat mensen die geen stem hadden in de dictatuur een stem hebben kunnen vinden op de sociale media. Ja. Dat geldt voor vrouwen, dat geldt voor jongeren, dat geldt voor filmmakers. Dat geldt ook voor mensen die iets te verkopen hebben. En waren dat mensen die daarvoor geen enkele outlet hadden? Dus... Nou, minder, veel ja. minder. Omdat bijvoorbeeld het publiceren van boeken is heel ingewikkeld. Het distribueren van boeken ook. Je kreeg geen artikelen in de krant als je niet de partijlijn volgde. En eigenlijk al in de jaren, nou zeg maar in 2004, 2005 in Egypte zag je jonge bloggers aan de kaak stellen wat de politie deed. Mm-hmm. En soms ook met toen nog wat gebrekkig gemaakte filmpjes. Een van de bloggers, bijvoorbeeld Wael Abbas, die heeft in 2006 of 2007 al een filmpje geüpload over een verkrachting van een jongen op een politiekantoor en is daar enorm door in de problemen gekomen. Kijk, dat klinkt bij ons natuurlijk heel leuk, een Google-revolutie of een Facebook- of Twitter-revolutie, en dat is iets te ver gegaan. Precies. Maar die combinatie van wat ik of online activism noem en offline activism, daar zit wel zeker een dynamiek in. Ja. Als ik nog één voorbeeld mag noemen, wat ik zelf heel interessant vind, is in Saoedi-Arabië. Daar zie je dat echt vrouwen een plek hebben gekregen in het debat via hun blogs, via tweets, via sociale media. Maar dan zie je dat de officiële kant, want de echtgenote van prins Walid bin Talal, een van de rijkste mannen van de wereld, Amira Tawil heet ze. Ja, die heeft inmiddels ook iets van 100.000 volgers op Twitter, waar ze vrolijk op los tweet dat zij zich inzet voor vrouwenrechten. Dus het is echt niet zo dat alleen maar de oppositie of de veranderingskrachten waar wij zo dol op zijn, het podium pakt. Het is ook een prachtig propaganda-instrument, ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Ja. Ik las van jouw verhaal, dat heeft volgens mij in de Volkskrant gestaan, een paar jaar geleden, dat de smaadwet in Indonesië zodanig zijn dat je ook ontzettend moet uitkijken met wat je e-mailt en wat je anderszins via de, dat allemaal gecheckt wordt. Nou, het wordt niet allemaal gecheckt, maar zodra je iemand raakt die dat niet fijn vindt, dan heb je een groot probleem. Er is een voorbeeld geweest van een vrouw die was verkeerd behandeld in een ziekenhuis. Voor iets heel simpels. Ik geloof dat ze dengue had. Dat is een veel voorkomende ziekte. Maar ze was behandeld voor iets heel anders en daardoor was ze alleen maar zieker geworden. Was naar een ander ziekenhuis gegaan en had over dat eerste ziekenhuis een e-mail gestuurd naar haar vriendinnen. En die e-mail die belandde op Facebook op een of andere manier. En dat ziekenhuis heeft haar toen aangeklaagd wegens smaad. Ze werd meteen in de gevangenis gegooid, zoals een moeder van twee jonge kinderen. Maar dat maakt verder niks uit in Indonesië. Als je behoort tot de onderklasse, dan sluiten ze je zomaar eventjes op. Tot het proces is geweest en dat kan maanden duren. Ze werd veroordeeld, maar haar zaak heeft zoveel teweeg gebracht dat er op Facebook enorme actie op gang kwam. Waar meer dan 1 miljoen mensen op reageerden. En uiteindelijk werd ze veroordeeld tot een boete van, ik meen iets van 20.000 euro. Dat leidde tot een inzameling via Facebook. Die leverde zoveel op dat ze niet alleen genoeg had om die boete te betalen, maar ook haar advocaat kon betalen om in beroep te gaan en op haar beurt het ziekenhuis aan te klagen. En dan ben je ergens, dan kun je wat doen. Maar uiteindelijk is ze toch veroordeeld. Ze heeft toch haar straf gekregen. Alleen maar omdat zij geklaagd had in een e-mail over een foute behandeling in een ziekenhuis. En dan zie je dat de machthebbers, de partij met geld, toch aan het langste eind trekken. Ja, oké. Okay. Nou, hebben we het gehad over jij begon er ook over, hè, dat je ook een soort innerlijke grens hebt, ook een soort zelfcensuur. Hè? Waar begint censuur misschien wel bij jezelf? Ja. Jij hebt heel veel kritiek gehad op twee eerdere boeken. Heeft dat jou beïnvloed in hoe je verder, je hebt nu een derde boek net uit, of dat komt nu binnenkort uit. Ga je dan meer met de rem erop schrijven? Ja, zeker. Ja, ik zat nog even na te denken, wat er bij mij misschien ook gebeurde, is dat er een censuur juist vanuit de journalistiek kwam. Mm-hmm. Dus, en wat ik dus met mijn laatste boek deed, dat Zusje van de Bruid daarin, schets ik dus een nogal heftige relatie tussen twee personen. En in de slipstream daarvan, want dat speelde zich af deels op het kantoor waar ik toen werkte van een weekblad, herkenden mensen zich en die ontplofte allemaal. En het vreemde is, als je zoiets zeg maar binnen een politieke partij aantreft, dan gooi je journalisten dan natuurlijk meteen op de voorpagina. En dan, als er zo'n soort reactie zou komen, wat er dus gebeurde was dat die mensen dus blijkbaar zo boos waren dat bij de nieuwe werkgever waar ik op dat moment zat, bij Vrij Nederland, een van die voormalige collega's ging klagen en ik vervolgens een mailtje kreeg van de hoofdredactie van je bent niet meer welkom. Jan. Je hebt het woord beroepsverbod heb je gebruikt. Nou ja, dat was toen mijn hele punt. Ja. Ik dacht van ja, wat is dit? Ik kan wel weer dan voor een ander blad of iets gaan schrijven. Maar eigenlijk kan dit niet. Hè. Dat is heel raar. Want ik zat te denken, als dit binnen een politieke partij zou gebeuren, dat iemand die inderdaad de vuile was. Maar goed, daar ging het boek niet om. Maar dat was gewoon een gevolg daarvan. Maar als die er op die manier uitgewerkt zou worden, dan zou dat echt groot nieuws zijn. Maar binnen de journalistiek zelf is dat, de kranten bleven stil, het was geen voorpagina-rel. Nee, dat had het voor mij niet hoeven worden. Maar ik bedoel, dat je dan zeg maar als journalist kan besluiten om iemand er op zo'n manier uit te werken, dat is natuurlijk heel vreemd. Als jij de macht moet controleren, maar je houdt er zelf zeg maar half dictatoriale neigingen aan over, dan... Mm-hmm. Nou ja, daar verwonderde ik mij. En heeft dat jouw schrijverschap beïnvloed? Ja, precies, dat was de vraag. Van het derde boek, er anders in? Nee, ik denk ook dat het verschil is dat een heel persoonlijk verhaal was. En waar ik nu mee bezig ben, dat gaat over iets heel anders. En sowieso, het enige wat je volgens mij moet doen, want je kunt er inderdaad wel behoorlijk paranoïde van worden. Dat is natuurlijk wel zo, dat je dat gaat denken van, oh jee, is dit nu mijn reputatie of ben ik nu altijd een soort probleemmaker en hoe serieus? Maar dat moet je natuurlijk gewoon allemaal uit je hoofd zetten en gewoon verder gaan met datgene waar je goed in bent of denkt goed in te zijn. En dat heb ik gedaan, dus
Of dat doe ik nu. Dus jij legt jezelf nu geen nieuwe grens op? Of je hebt de grens maar jezelf niet dichterbij? Dat is nu ook makkelijk. Dat boek ging over een pijnlijke liefdesrelatie en speelde zich deels in de journalistiek af. En dit boek gaat over een onderbeen wat in een Nederlandse rivier is gevonden. Een onderbeen? En wat zich deels... dat kan zich niet beledigd voelen. Nee, dat bleek van een Duitser te zijn. En dan ben je sowieso al over de dan grens. Dan zit je al veilig. Ja. Nee, het voelde ook wel heel lekker om uit... Want het was ook zo'n typisch grachtengordelverhaal daarvoor, hè? Dat is een andere boek. En dit was gewoon weer... En Petra, je hebt veel verhalen van anderen opgeschreven. Wat voor grenzen leg jij jezelf daarbij op? Hou jij rekening met de omstandigheden waaronder zij daar moeten leven? En de consequenties die jouw schrijven mogelijk kan hebben voor hun? Ik heb in mijn eerste boek Dromen van de Arabische Lente. Ja, toen werkte ik nog bij Buitenlandse Zaken en kon ik ook niet helemaal los. Achteraf gezien denk ik wel eens, dat was ook wel goed, want toen heb ik me moeten beheersen. En soms is dat ook fijn. Je hoeft ook niet alles op te schrijven. Je hoeft ook niet, vind ik, hè, dat is zo van, censuur lijkt alsof je jezelf inperkt. Maar het kan ook iets heel moois hebben om binnen bepaalde kaders te moeten schrijven. Dus ten opzichte van mijn oud-collega's bij Buitenlandse Zaken, toen nog mijn collega's, ben ik discreet en integer heb ik willen zijn. Maar ook tegenover de mensen die met gevaar voor eigen leven in Egypte en in Syrië probeerden iets meer vrijheid te creëren. Dus ik heb toen gekozen voor de vorm van literaire non-fictie. Waarbij ik een vriendin van mij in Syrische Nederlandse heb laten lezen. En die zei, oh dat is Brahim en dat is Tamara en dit is Ziyad. En die had het helemaal fout. Dacht ik, nou, dat heb ik dan goed gedaan. Okay. En in mijn tweede boek, Het andere Arabische geluid, heb ik veel meer mensen bij naam en toenaam genoemd. En ook met functie, maar die heb ik wel allemaal om toestemming gevraagd. En ik heb een paar mensen waarvan ik weet dat ze misschien nog wel of niet terug willen naar Syrië, die heb ik wel veranderd. En dat heb ik ook in mijn verantwoording gezegd. En hou jij bij in je schrijven rekening met het feit dat je er nog een keer naartoe wil? Je zegt, nou, Nee, absoluut niet. Wat ik zelf vind en schrijf, dat neem ik helemaal voor mijn eigen rekening. Mm-hmm. Ik heb wel, als ik naar Egypte nu ga, ik ben net terug uit Egypte en Libanon, dan reis ik op een toeristenvisum. En ik doe ook helemaal niks. Als ik in Egypte en Libanon ben, dan word ik af en toe gebeld. Laatst nog heel flauw een journalist van de Telegraaf. Die dan belt en zegt van ja, kunnen we nu quoten Leon de Winter? En ik had echt, ik liep in Beirut met een paar Syriërs. Ik zei, ik heb nu geen tijd. En de dag daarna staat er dan op Twitter, Petra Stine wil niet antwoorden. Want zo is het dan, hè? Want ja, waarom zou je respect hebben voor iemand anders tijd? Precies, ja. Dus dat is het gekke in Nederland, dat gaat dan heel snel. Dus ik doe, dan kom ik terug en ik schrijf ook altijd op mijn visumformulier dat ik onderzoeker ben. Of advisor, dat vind ik ook een heel mooi woord, advisor. Consultant, ja. Advisor, dat vind ik wel een hele mooie. Mm-hmm. Maar ik zit sowieso in mijn manier van schrijven, ik zit niet op de confrontationele toon. Ik ben op zoek naar het andere verhaal, het verhaal van mensen die moed tonen, die beweging creëren. En ik wil dat graag op een zachtmoedige manier doen. Hè? Dus zacht van toon en moedig op inhoud. Maar dat kan toch niet altijd? Volgens mij moet je wel heel erg schipperen om... Nou, maar je kan ook soms gewoon met de nodige... Soms kan je een gerecht ook pittig maken. Maar ieder zijn eigen stijl. En ik heb een stijl gevonden die mij gewoon heel erg past. Mm-hmm. Dus je kiest geen kamp, in feite. Jawel, ik kies wel een kamp. Ik ben op zoek naar stemmen die een ander verhaal vertellen in Nederland. En het gekke is, en daar hadden Peter Breedveld en ik het net even vooraf over. Als je in Nederland een genuanceerd verhaal wil vertellen over mensen uit de Arabische islamitische wereld. Ja, dan nou, dan weet je het wel hoor. Ja, dan ben je een moslim. Nee, ik was laatst op het, hoe heet dat? Het polemiek, de avond van de polemiek, waar ik ook moest voorlezen. En daar waren maar liefst twee personen die jou als onderwerp hadden. Dus je bent inderdaad wat dat betreft in... Zoals Madeleine Albright zegt, je kunt mensen beter leren kennen door hun vijanden dan door hun vrienden. Ja. Dus ik voel me dan enorm gefluit. Ja, er waren veel vijanden. Nee, maar inderdaad, jij hebt inderdaad dat, al heel snel dat verwijt. Als je niet kritisch bent ten opzichte van de islam, dan ben je een soort dan van... Kies je, van dan kies je de knuffelaar, het kamp van de knuffelaars. Ja. Michel, jij wordt in je werk... jij zit ook in het kamp van de knuffelaars. Michel, jij wordt in je werk nog wel gehinderd in je bewegingsvrijheid. Hè? Je kan niet overal naartoe reizen. Ja. Hoe ver ga je daarin? Laat je je daartoe leiden? Ja,
Burma, Myanmar bijvoorbeeld, daar ga ik als toerist naartoe, want dat is de enige manier om daar binnen te komen. Maar daar is de persvrijheid niet zo lang geleden enigszins opgerekt, of is dat alleen een naam? Die is formeel opgeheven. Er is geen censuur meer vooraf. Ja. Maar dat betekent niet dat ze achteraf niet gaan klagen als er een keer wat verkeerds geschreven wordt. Ja. Dus jij gaat als toerist naar Burma? Ik ga als toerist daar naar binnen en ja, dat is een zeker risico wat je neemt. Nu is dat een stuk minder dan een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden liep je grote kans om te worden opgepakt en het land uitgeknikkerd te worden. En nu zijn ze daar een stuk milder in, want ze willen geen slechte publiciteit. Ze zijn volop bezig met die reformatie en democratisering. En dat willen ze niet bederven door een willekeurige journalist te gaan arresteren. Ja. Dus dat is nu een stuk veiliger, maar ik ga toch als toerist. Je gaat undercover, heet dat dan. Je gaat niet met zo'n hele grote camera, maar met een kleinere. En het is illegaal. Het is iets wat een beetje tegen mijn gevoel indruist. Want ik ga veel liever met open vizier ergens heen. Maar ik heb hetzelfde in Indonesië. Waar dan formeel vrijheid van meningsuiting is. Journalisten kunnen hun gang gaan. Maar er zijn ongeschreven wetten die heel sterk zijn. Een van die wetten is dat ik als buitenlands correspondent geen toestemming krijg om naar Papua te gaan. En ik wil daar dolgraag heen. Ik ben er wel een paar keer geweest. Daar is als journalist. En ik ga daar niet heen als toerist, omdat ik in Indonesië woon. Ik heb daar een werkvergunning, een woonvergunning. En ik probeer naar Papua te gaan. Ik ben steeds bezig met een aanvraag. En ik hoop dat die ooit binnenkort misschien zelfs gehonoreerd gaat worden. Maar daar ga ik dus niet mijn verblijfsvergunning op het spel zetten voor één reportage in Papua. Ja. Ik krijg mijn informatie daar wel vandaan. Maar natuurlijk, de enige betrouwbare informatie die je krijgt, dat is wat je zelf ziet, zelf hoort. Vooral in zo'n gebied. Ja, maar de waarheid, dus in zo'n gebied kun je dus eigenlijk nooit echt goed de waarheid boven water krijgen. Dat geldt natuurlijk ook voor Noord-Korea. Als je er niet in kunt, komen de verhalen er ook niet uit? Of zijn er andere manieren om die verhalen eruit te krijgen? Nee, Noord-Korea is wat dat betreft misschien wel wat anders. Want als je in Noord-Korea zit, krijg je juist de verhalen niet. Dat is heel bekend. Als je echt verhalen van Noord-Koreanen wil, dan ga je naar Zuid-Korea. Of naar China. En dan praat je daar met gevluchte Noord-Koreanen. Dan kunnen ze vrij uit praten. Dat doen ze ook. Vaak natuurlijk niet onder eigen naam. Want familie zit daar nog. En daar is contact mee. Er wordt ge-e-maild met Noord-Korea. Het is me al heel vaak verteld dat dat niet kan. En toch zie je mensen het doen. Er wordt gebeld met Noord-Korea. Het is allemaal niet legaal, maar het kan. Maar als je dus echt iets wil weten over Noord-Korea, is Noord-Korea de slechtste plek om naartoe te gaan. Je gaat er niet naartoe. Je gaat naar Zuid-Korea of desnoods naar Nederland. Hier zitten ook Noord-Koreanen die gevlucht zijn. Maar je kunt ook gewoon dingen aflezen, anders. Toch, aan steden of landschappen. Ik ben niet helemaal mee eens met... Ik kan me voorstellen. Nee, ik zeg niet dat je niet naar Noord-Korea moet gaan. Mm. Maar als je inderdaad de menselijke verhalen wil hebben, dan krijg je ze niet in Noord-Korea. Ja. Als je met de overheid wil praten, waar ik trouwens voorstander van ben, hoor, dan moet je daar wel naartoe, absoluut. Ja, ja, maar ook omdat die hele atmosfeer, maar goed, die ken ik ook alleen maar van de beelden, maar die is bij mij juist bij uitstek dan een soort uiting van hoe censuur er in de praktijk uitziet. Ja, nee, dat is absoluut waar. Maar in hoeverre zijn de beelden die wij hier hebben van Noord-Korea, het beeld dat we hebben van een soort openluchtgevangenis, in hoeverre is dat een cliché? In hoeverre is dat ook propaganda? Je ziet altijd die ene politieagent op dat kruispunt. Die is vervangen die dames, door... Die zijn vervangen door stoplichten, weet ik maar. Okay. Ja. Moderniseren. Ja, ook daar, ja. Het is cliché en dus waar. Maar tegelijkertijd is het een maatschappij waar mensen zoals jij en ik leven. Nog een cliché, sorry. Maar dat betekent dus dat er wordt natuurlijk heel veel tussen al die eisen van de staat in, is er toch wel ruimte. Het is inderdaad wat Peter net zei over de groene en de rode lijn. Die heb je natuurlijk niet alleen voor journalisten, maar ook voor mensen, voor burgers. En in die schemerzone wordt veel gedaan. Maar minder dan in veel andere maatschappijen, denk ik. Ik weet niet hoe Noord-Korea het doet. Het is misschien goed dat we dat niet weten. Maar er is bijvoorbeeld nog steeds geen internet. Er is een intranet. Als je zo gelukkig bent dat je een computer hebt. Maar er is een social media revolutie. Ja, wie gaat dat doen? De dictator. Er zijn smartphones, er zijn iPads in Noord-Korea, maar er zit geen internet op. Ja. En met satelliettelefoon kan het mogelijk? Of... Ja.
Ja. Kijk, zeg maar wat. Ja, nee, dat kan, denk ik. Ja, maak je het wel heel ingewikkeld, maar nee, wat, dat kan. Misschien wat nu gebeurt, als je met je familie in Zuid-Korea wil spreken, bijvoorbeeld. Je vader of je zoon is gevlucht naar China of naar Zuid-Korea, dat weet je. Er is contact geweest via een broker. Dan ga je naar de heuvel achter je huis. De meeste mensen wonen natuurlijk niet in Pyongyang. Hoog, dan heb je goede ontvangst. Dan bel je een x-aantal minuten. Men weet ongeveer hoe lang het duurt voordat zo'n signaal getraceerd kan worden. Doe je met een smartphone? Gewoon een telefoon. En dan begrijp je en ga je weer weg. Of als je verder wil praten, ga je naar een andere heuvel in de buurt om dat weer te doen. Dus op die manier is het wel te doen. Maar het is natuurlijk... er zijn allerlei van dit soort manieren om aan de staatscensuur te ontkomen. Maar ja, ik denk iedereen die het in zich heeft om dictator te worden, moet naar Noord-Korea kijken hoe dat daar gebeurt natuurlijk. Dat klinkt, ja, en we weten ook niet precies hoe dat kan. En wat ik vaak hoor, en daar kan ik me ontzettend over opwinden, van ja, Koreanen, Aziaten, hè, die, als je zegt spring, vragen ze hoe hoog. Dat is natuurlijk niet waar. Dat is natuurlijk, de Zuid-Koreanen hebben zichzelf vrijgevochten van een militaire dictatuur. Dat is ontzettend heftig aan toegegaan. Er zijn veel mensen gestorven. Ook in de gevangenissen, tijdens demonstraties en al wat iets meer zijn. In Noord-Korea gebeurt dat niet. Waarom? Ik heb er geen verklaring voor. Dat weet ik niet. Het heeft iets te maken met de ontzettende efficiëntie van het staatssysteem. En dat is iets wat we waarschijnlijk pas zullen weten als het regime gevallen is. Ja. Als het ooit valt. Want daar ben ik ook niet zeker van. Dan zullen de echte verhalen daarbij komen. Wat ik heel interessant vind ook weer van deze discussie. Het is, als je het over andere landen hebt, dan is het heel makkelijk om te denken. Oh ja, daar doen ze dat zo. En je hebt verklikkers in dictaturen. En je hebt mensen die afluisteren, noem maar op. En ik heb laatst, was ik in het Stasi-museum geweest in Berlijn. En toen heb ik weer Das Leben der Anderen, The Life of Others, bekeken. En toen dacht ik, ja, het lijkt alsof dat in Nederland niet zou kunnen gebeuren, maar tegelijkertijd gebeurt het wel. En natuurlijk niet op zo'n schaal als in Korea, en hoe bedoel je Indonesië. Dat er toch een soort op welke manier? Van controle is. Ik merk bijvoorbeeld, ik ben zelf actief op Twitter en dat is toch af en toe onaangenaam. Sorry hoor, ik heb gewoon 17 jaar in de diplomatie, zeg ik onaangenaam, zeg ik niet kut. Ja, maar als je dat wil, dan... Dat zou ik ook nooit willen. Nee. Dus ik vind dat bijzonder onaangenaam. En dan merk ik gewoon dat mensen ook helemaal niet meer naar elkaar luisteren, allerlei dingen op je leggen wat je zou hebben gezegd. Dat mensen nog alleen maar door één koker de waarheid willen zien. En als je daar van buiten wil, nu met wat met Theo Maassen is gebeurd... Ja. Hij is geen goede komiek omdat hij de islam niet aanpakt. Hij krijgt bijna een soort censuur, een conversie van censuur. Dat de menigte gaat bepalen dat jij een goede auteur bent, of een goede journalist, als je die groep nou maar eens even lekker gaat aanpakken. En als je dat niet doet, dan spoor je niet. Ja. Nou, dat vind ik een hele rare manier van omgekeerde censuur bijna. Het verschil is gradatie, niet het is geen fundamenteel verschil. Nee. Dat ben ik absoluut met je eens. Zet een groep mensen bij elkaar en je krijgt groepsdynamiek. En daar ontstaan die dingen uit, denk ik. Goed, dan net naar de verantwoordelijkheid van schrijvers. Niet de verantwoordelijkheid van journalisten, die primair de waarheid altijd boven water willen krijgen. Maar schrijvers, die gewoon de kunstvorm schrijven bedrijven. Moet je dan per definitie het vrije woord zijn? Dat voorbeeld wat mij trof is Mo Yan. Dat is de Chinese Nobelprijswinnaar van de literatuur 2012. Die is lid van de Communistische Partij in China. Die staat ook wel bekend om het feit dat hij vindt dat censuur op de wijze waarop het in China wordt toegepast moet mogen. Omdat dat niet is om de waarheid te verdoezelen, maar om rotzooi buiten de deur te houden en het allemaal een beetje netjes en ordelijk te houden. Zoals je ook veiligheidscontroles op luchthavens hebt. Dus dat is een soort noodzakelijk kwaad om het zindelijk te houden. Dat is een beetje zijn opvatting. Er waren mensen die het een affront vonden dat hij de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. Omdat hij het vrije woord niet zou aanhangen. Maar is dat een verantwoordelijkheid die schrijvers hebben? Nou, niet Joris. Ja, dat ligt natuurlijk aan wat je stijl is. Misschien is hij een heel bloemrijk dichter. En als hij ineens over... weet ik veel, dictatuur en of een andere stijl zou moeten kiezen omdat dat van hem verwacht wordt, dan natuurlijk niet. Maar ik ken zijn werk niet. Aan de andere kant is het natuurlijk ook heel vreemd als je een bepaalde macht hebt om het niet te doen. Of als je het bewust uit de weg zou gaan. Mm-hmm. Maar ik zou zeggen, de stijl gaat boven alles in dit geval. Ja, dat je die verantwoordelijkheid niet hebt. Ja, ik zou ook niet anders kunnen schrijven als morgen de
nou, ik wou zeggen de Duitsers, maar als er iemand ons land binnenvalt, dan... En islamisten, dan zou je ook niet. Ja, dat lijkt me heel raar dat je dan ineens je stijl zou aanpassen. Misschien gebeurt het natuurlijk als er allemaal gruwelijke dingen gebeuren, maar ik weet niet, ik ben heel erg van de stijlvastheid of zo. Die dicteert alles en daar zou ik ook nooit concessies voor doen. Dat heb ik ook nooit gedaan. Maar ik kan me dus omgekeerd ook niet voorstellen dat ik in een situatie van een oorlog anders zou gaan schrijven. Dat lijkt me heel... En daar kijk ik altijd naar Kapuscinski, die eigenlijk toch in dezelfde situatie was en de meest heftige revoluties, opstanden, ellende heeft meegemaakt, maar altijd die literaire stijl is blijven behouden. En waardoor zijn werk ook 10 keer krachtiger binnenkwam, denk ik, dan welke getuige dan ook. Ja. Oké. En Petra, over de verantwoordelijkheid eigenlijk van de auteur om altijd de waarheid, of om altijd voor het vrije woord te gaan en voor de waarheid. Jij krijgt het verwijt, hè, dat je dat niet zou doen omdat je dan de dingen zou verdoezelen. Dat is het verwijt wat je in Nederland krijgt. Wat zeg je daarop terug? Wat is jouw... Weet je wat het is? In Nederland krijg je aandacht als je doping pleegt. Fraude pleegt bij je wetenschappelijk onderzoek of zegt ik ga mijn belasting niet betalen. Dat is echt een absolute minderheid hoor in Nederland. We hebben het ook over, als ik zie in Nederland, ik heb echt de afgelopen jaar heb ik denk ik wel 150 lezingen gegeven, gesprekken gevoerd. En dan merk ik dat er eigenlijk een hele grote behoefte is in Roermond, in Tegelen, in Bovenkarspel. Weet je, was een beetje buiten de Randstad, buiten het stolpje van Hilversum en Westergasfabriek. Van mensen die wel op zoek zijn naar andere verhalen. Van Samar Yazbek, van Razan Zaytouni, van mensen uit Egypte. Waarbij hoop, waar hoop in zit, waarin een ander verhaal is dan het clichébeeld, waarvan mensen ook weten dat er heus wel iets van waarheid in zit. Natuurlijk vind ik Morsi een afschuwelijke, enge meneer die het handboek van de dictator van Mubarak gewoon meeneemt. En daar spreek ik me ook over uit. Maar ik ben op zoek naar dat andere verhaal. En Sheila, daar is enorm veel behoefte aan. Alleen hebben wij, de mensen die het media bepalen, vinden het gewoon veel spannender om iemand uit te nodigen die zegt, ik ga mijn belastingen niet betalen. Want dat is sensatie, dat is reuring. En er gebeurt er wat. En inderdaad, zo'n genuanceerd typeje als ik. Ja, dat is niet altijd spannend. De televisie geef ik meteen toe. Je inspireert een hoop mensen. Dus. Nou, blijkbaar wel. Ja. Dus ik vind ook dat we moeten oppassen van, goh, het wordt je verwijt gemaakt. Ik zie dat, en dat is fantastisch, het is toch de 80-20 regel, hè? Je maakt het altijd, 80% van de mensen. Ik heb er eens gehoord dat een goed opiniestuk, dat dan 80% van de mensen het ermee eens moet zijn en 20% oneens of andersom. Anders maar 100% gelijk krijgen, dat is helemaal niet fijn. Oké, we moeten afronden, want het is al 5 uur. Ik wil nog één laatste rondje maken. Michel, jij gaat straks terug naar Indonesië over 2-3 dagen. Wat is het verhaal wat je nog graag zou willen maken in Indonesië, maar wat je waarschijnlijk onmogelijk gemaakt zal worden om te maken? Nou, ik denk dat ik het verhaal wat ik zou willen maken, dat ik dat zeker ga maken. Ik laat het mij niet onmogelijk maken. Dus dat verhaal over Papua gaat er zeker komen. Ik schrijf sowieso al verhalen over Papua uit bronnen die ik dan vertrouw. Maar ik ga er zeker nog wel een keer heen. Al is het vlak voor mijn vertrek dan. Daar houden we je aan. Ja, dan word je toch, dan maakt het niet meer uit als je het land wordt uitgeknikkerd. Ja. Dan hebben we het. Remco, wanneer krijgen we het verhaal uit Noord-Korea? Krijgen we al. Zeer zwaar. Maar er is geen aandacht voor de niet-politieke verhalen over dictators die aan porno en whisky en cognac zijn verslaafd. Precies. Dat is een beetje het probleem. Ja. Er zijn heel veel... Geen aandacht voor. Alleen maar aandacht. Oh, alleen maar. Alleen maar geen aandacht voor verhalen die er niet over gaan. Ik heb er wel aandacht voor. Dat is uit in Noord-Korea. Nee, maar er zijn ook de verhalen inderdaad van... Ja, ze maken het ook een beetje naar, hè? Ja, we merken het er heel erg naar. Ja, en er zijn hele andere verhalen mogelijk inderdaad van de gewone man en de gewone vrouw. Die levens probeert te leiden die uiteindelijk, als je even door het exotische exterieur heen prikt en door die andere taal en weet ik het wat allemaal, heel herkenbaar zijn. En dat zijn verhalen die niet zo spannend zijn, want ze zijn genuanceerd. Dat zijn verhalen van mensen die werken af en toe met het regime mee. Waarom? Omdat je eten op de boterham plank wil hebben.
Ik weet niet wat ik zou hebben gedaan in zo'n situatie. Waarschijnlijk hetzelfde. Daar maak ik me weinig illusies over. Maar dat zijn wel de verhalen, denk ik, waar veel van ons als kunnen herkennen. En het belangrijkste is, en dat is denk ik toch een rode draad die je bij veel... in ieder geval de tafelgenoten hier ziet, is dat hij het menselijke ziet. Het zijn, ja, het verschrikkelijk cliché. En ik weet, ik kom in de hoek van de knuffelaars als ik me daar... Het zijn best leuk mensen. Nee, precies. Nee, daar wil ik me ook helemaal niet van distancieren. Maar als ik dat inderdaad zeg, ja, het zijn ook maar mensen. Het zijn net mensen. Ja. Nou, dat lijkt me vast een afsluiting. Het zijn het mensen. Dank jullie wel, alle vier. En dank jullie wel voor jullie aandacht. Ik moet nog zeggen van de organisatie, de bar is open en de foyer. Dus neem jullie vooral allemaal een drankje. En kom vanavond vooral naar de winternachtenlezing. Het begint om 8:00. Hoop jullie allemaal te zien vanavond. Dank jullie wel.